De uitzendingen van RTV Baren worden mede mogelijk gemaakt door Nuvema. Ik ben Willem. Ik moet kiezen of ik jou aankijk of de lens. Maar als ik naar de lens kijk, dan kijk ik indirect jou natuurlijk ook aan. Dus laten we dat maar doen. Zeg, die koffiekan, die staat dus heel licht open, hè? Hoor je dat? Het is een beetje als een Geiger-teller. Wacht. Wat ze, weet je wel, om nucleaire te meten. Maar het lijkt me ontzettend af. Ik ga even... Wil je nog wat koffie? Dit geluid ook weer. Ik word hier heel melig van. Van al die aandacht. Ik ben Willem. Hallo? Wie spreek ik? Ik ben Willem. Dik met muts. Hoe ga je dit in godsnaam editen tot een coherent verhaal? Ik ben multidisciplinair kunstenaar, eigenlijk. En dus ik doe van alles en nog wat. Alles wat ik niet kan laten, doe ik. Dus dat is vaak muziek. Maar ook schrijven, ook filmwerk. Dat zijn eigenlijk de grootste... De grootste, doe ik het vaakst of zo. Ik zat op zo'n klasje. Zo'n algemeen muziekklasje. Daar vonden ze dat ik piano moest gaan spelen. Want dat kon ik, als ik een melodie hoorde, dan kon ik dat meteen naspelen. Maar ik vond het zo leuk om met die... We hadden ook zo'n stukje van de les waarbij we met eetstokjes... Chinese eetstokjes zo bam, bam, bam op de grond mochten doen. Dat vond ik veel leuker. Dus toen wilde ik graag drummen. En daar heb ik tot op de dag van vandaag natuurlijk spijt van. Nee, grapje. Drummen is hartstikke leuk. Ik heb toevallig net een filmpje gekeken weer eens van de Zoo, gisteren. Want iemand die ik hier in Amersfoort, we zijn in Amersfoort, dames en heren. Kwam ik iemand tegen en die zei dat hij ooit op een plein een bandje had gezien. Maar dat vond hij heel vet, zei hij. Maar hij kon het nergens vinden omdat het zo moeilijk te googlen is, die naam. En toen zat ik daar blijkbaar in. En toen hadden we elkaar dus al, hoe lang is dat geleden? 10 jaar geleden hadden we elkaar al gezien. Dat is geen 10 jaar geleden. Robert, jij weet het allemaal precies volgens mij. 7, 8 jaar geleden. Hadden we elkaar al eens een keer ontmoet en nu opnieuw. Dus dat was wel heel grappig. En jullie waren toen best wel jong en die muziek was niet echt heel erg... wat hip was denk ik onder jonge mensen. Ja, daar waren we niet zo mee bezig of zo, met wat hip was. We wilden gewoon muziek maken. Ja, we moesten gewoon muziek maken. Metro Mortale kun je sowieso vinden. Daar zat ik in met die twee andere snuiters. Herman van Veen. Kan je ook vinden. Best bekend bandje. Edith Leerkens kan je vinden. Wat kan je nog meer vinden? Ja, Ciao Lucifer, duo van mij en Marnix. Astrid heb ik ingespeeld, maar dat is kort geweest. Maar ik heb zoveel gedaan, joh. Postcards for Mars. Weet je, het is Vindel. Het is als je dit doet. Dan wordt het heel flauw, want ik ga sowieso iemand vergeten. In onze stroom. In
onze strand. En toen werd ik meegevraagd voor de Nederlandse tour van Herman. In het laatste jaar van de Kunstacademie, Conservatorium, Universiteit. Dus toen. Ja, dat was ook super zwaar. Toen moest ik tegelijkertijd afstuderen en die tour. En toen gingen we ook al naar Oostenrijk trouwens. Toen ben ik mee gaan toeren met Herman. En toen heb ik. Nou ja, toen zijn die Duitse hallen zijn bijna normaal geworden. En. Gespeeld in, over de hele wereld. Super gaaf, die periode. 2 jaar heb ik dat gedaan. In het eerste jaar van de academie en Kostorm en de universiteit was ik veel bezig met film. Heb ik de film 30 meter gemaakt. Dat was eigenlijk een soort kruising tussen performance art en film. En toen heeft die film een prijs gewonnen. Beste kort film op het Amsterdam International Amsterdam Film Festival. De momenten van gekte zijn momenten van abstractie, of wat je tekent herkenbaar is als een piemeltje. Hoe dat ding in je hand werkt, die balpen, en hoe het kan dat je met één balpen al zoveel getekend hebt. En het voor elkaar krijgen om iets compleet nutteloos te doen en dat toch maar vol te houden. Ja, en toen kreeg ik dus steeds meer ervaring na die hele autonome dingen. En ben ik dus ook wat meer algemenere dingen gaan doen. Ik heb ook videografie voor Herman van Veen gedaan, dus dat is gewoon verslaggeving van bijvoorbeeld een bijeenkomst op een dag. Dan heb ik gewoon rondgelopen met een camera en dat later elkaar geëdit. En toen die clips kwam dus ook op die manier. Zo van, oh Willem kan iets met een camera, dit vragen we Willem wel. Do you really wanna talk about it? Do we really have to talk about it? Ik maak gewoon wat ik zelf mooi zou vinden om te horen. Eigenlijk, dat is altijd mijn uitgangspunt. En om met Bowie te spreken, hè, als ik het leuk vind, dan zal er vast nog iemand zijn die dat vindt. Ik parafraseer. Dat is eigenlijk het hele idee. Niet om. Dus ik maak gewoon wat ik zelf mooi vind. En dan hoop ik dat iemand anders dat ook vindt. Cardboard Boy is een heel erg introvert album op een bepaalde manier. Het is heel hermetisch. Je kan het niet aanzetten op een feestje. Je kan het niet. Dus het is heel erg persoonlijk, stiekem. En nou, dat is trouwens, Jochie Toch is dat ook. Maar het is heel erg geconstrueerd. Het is heel erg. Het is een nauwkeurig bouwwerk, conceptueel en het is heel erg in zichzelf gekeerd, zeg maar. Moet je van houden. Het oudste liedje wat erop staat, op Jochie Toch straks. Ik schreef het toen ik 16 was of zo. Nou, dat is 10 jaar geleden. Dus ik heb soms van die invallen dat ik een soort concept voor een liedje bedenk. En ik heb eigenlijk dat bij elkaar geraapt en uit elkaar getrokken, in stukjes gehakt, weer bij elkaar geplakt. En dat is nu Jochie Toch. Kinderliedjes voor volwassenen heet het. Het is echt gemaakt als
een opening. In tegenstelling tot Cardboard Boy is Jochie toch echt voor Jan en Anneman om te verbinden. Ik fiets naar de zee. Volle wanten warmen mijn handen. Strooizout knarst onder mijn banden. Jij fietst met me mee. Het is wat ongewoon misschien. Want niemand kan jou zien. En toch volg ik gedwee. Omdat we zo samen zijn. Bijna omdat ik je stem mis. En je lach. Daarom is kerst in mijn agenda. Dit jaar een witte dag. Bevroren. En het zand is hard en grijs. De wind fluit een ijle wijs. Niemand kan ons hier storen. Niemand hoort hoe ik je naam zing. Ik kan je antwoord in de branding bijna horen. Omdat we zo samen zijn. Bijna omdat ik je stem mis. En je lach, daarom is kerst in mijn agenda, dit jaar een witte dag. De zon schijnt wit en fel. Je hebt je omgedraaid en wacht tot je lacht en zegt tot snel. Wegloopt over zee. Ik kan niet met je mee. Dus fluister ik vaarwel. Omdat we zo samen zijn. Bijna omdat ik je stem mis en je lach. Daarom is kerst dit jaar voor mij een witte dag. Een witte dag. Yeah.
heb je deze 5 weken gehad? Nou, we hebben het heel gezellig gehad. Ja. Van het begin tot het eind, nu nog steeds. We hebben vanmorgen een heerlijke brunch aangeboden gekregen. Ja. Dus we hebben mee begonnen en vorige, na al die weken, fantastisch. Met hoeveel ijsmeesters stonden jullie hier de 5 weken? Er staan 4 vaste ijsmeesters. Ja. En 3 die af en toe eens een dag kwamen. Okay. En hoe is het gegaan op het ijs? Het ijs is heel goed gegaan, want er is ook een man van IJsWorld langsgekomen en zei, jullie doen het heel goed. Niet al te dik ijs en ook geen kanten die omhoog staan. Dus wij doen het heel goed, zeggen ze. Nou, dit zijn de ijsmachines van Agreco. Die worden gehuurd door IJsWorld en die huurt het verder door naar deze mensen. Wij moeten elke morgen dan ook controleren bij de computer, zij zo zien of die op goed staat, op koel en on. Nou, doet hij niks. Nee. Er zitten al, in de onderste ruimte zitten 4 compressoren. En die grote, die wisselsteek van de compressor. Okay. En die maken het ijs. Die maken het ijs. Nou, dat kunnen we helaas niet laten zien, want dan kunnen die klep mogen die open, mogen wij niet aankomen. Nee, jammer. Nee, dat mogen wij dus niet. Nee. En achter mij, die kleine, die heeft 2 compressoren, die koelt ook mee. En als de ene op temperatuur is en zegt, nou, ik heb even geen zin, dan gaat hij gewoon op halve kracht draaien. Zo blijft het dus altijd goed. Zo blijft hij altijd goed. En dan s'nachts zet ik hem even uit. Dat is gewoon zo'n 6 uur. Dan zet ik hem weer op -10. En dan kan de baan weer koud worden. Maar helemaal uitzetten is zonde. Want dan, net als dat vroeger waren. Als je die uitzet, kost het enorm veel energie om hem weer op te laden. En dat is met de ijsvloer net zo. Was het een beetje aanpoten? In het begin wel de eerste week. Dan had je elke keer de hagel en sneeuwbuien. En als er een hagelbui komt, die hagel vriest vast op het ijs. En dan moet je hem schuiven heel hard duwen om hem eraf te krijgen. En wat kan je zeggen over volgend jaar? Gaat het volgend jaar weer net zo? Ik denk als het gat hier blijft, hè, het gat van waren, nummer of zoveel, dan heb je kans dat het volgend jaar weer terugkomt. En ben je dan ook weer hier ijsmeester? Ik ben al zelfs uitgenodigd om in Laar ook al wat te doen volgend jaar. Dus dan vanaf december al. Oh, mooi. Hey, heel veel plezier. Dankjewel. Yvonne, jij hebt de afgelopen 5 weken hier de ijsschifting gedaan. Hoe was dat? Zeer zwaar, zoals je kunt horen. Ja, ik hoor het aan je stem. Dat klopt, ja. Hoe is het geweest? Heerlijk druk, gezellige mensen, mooi weer, dus ja, dus wat wil je meer? Ja, je hebt natuurlijk, want het zijn alleen vrijwilligers, hè, die hier werken. Het zijn allemaal vrijwilligers, klopt. We hebben een aantal vrijwilligers vanuit Baren en vrijwilligers uit Laren meegenomen. Dus eigenlijk van alles. Okay. En hoe is het nou deze afgelopen 5 weken allemaal gegaan qua schaatsverhuur? En was het een lekkere loop? Ja, het is gezellig druk geweest. Dus we hebben echt heel veel kinderen gehad en schaatslessen, scholen. Dus het is echt de hele dag door schaatsen. Ook met leuke partijtjes? Ja, kinderfeestjes heel veel. Door ons georganiseerd, zelf georganiseerd. Dus, wat hebben we hier? Ook de kinderdisco hebben we ook nog gehad van de week. We hebben silent disco gehad. Heerlijk rustig was dat. Het is nu de laatste dag. Zeg je jammer of ben je alweer aan het wachten op volgend jaar? Nee, ik heb nog een vrijwilligersbaan, dus vandaar ik ga het door. Ben je hier al eerder geweest? Nee. Oh, dit is echt nu de eerste keer voor de laatste dag. Oh, vertel eens even. Ik ben al heel vaak geweest. Ja? Hoeveel keer? Vaak weet ik niet precies. Maar je bent hier zo vaak geweest. Vind je het dan hier zo ontzettend leuk? Ja. Vertel er eens iets over. Wat heb je zo al gedaan bijvoorbeeld? Geschaatst. Ja, alleen geschaatst of ook nog iets anders? Ja, alleen geschaatst. En in het restaurant. Oké, dus dat is natuurlijk allemaal wel heel gezellig, hè? En wie van jullie is hier ook al meerdere keren geweest? Ik. Ja? En wat heb jij hier al zo al gedaan? Nou, ik heb hier gewoon gegeten, hier en dronken. En voor de rest heb ik hier gewoon geschaatst met mijn vriendin. En maar nou vraag ik me af, hè. Dit is de laatste dag. Vinden jullie dat dan niet ontzettend jammer? Ja, want het is wel een hele leuke schaatsbaan. Ja, wie gaat het missen? Ja, ik wel. Ja, en wat ga je eraan missen? Nou, het is gewoon heel erg leuk om te schaatsen. Eerst was het ergens anders en dat was best wel ver hier vandaan. Maar toen ging ik er ook al heen. Alleen nu het hier was, vond ik het wel erg leuk. Alleen nu het weggaat is het wel jammer. Ja. Maar volgend jaar komt het weer terug. Gaan jullie volgend jaar weer? Ja, zeker. Oké, gezellig. Hey, meiden, veel plezier. Dankjewel. Het was hier wel super leuk en ik ga het ook heel erg missen. En, ja, ik ben hier ook heel vaak geweest. Dus, wat heb je hier allemaal zo al gedaan? Ja, schaatsen. Ja,
gewoon leuke dingen doen. Ja, maar er was niet alleen schaatsen, er was toch ook iets van een disco? Ja. En daar ben je ook heen geweest? Ja. En hoe was dat dan? Het was gezellig, het was vooral heel druk. En, ja. Maar er was ook wel een beetje kindermuziek, dus... Oké, dus voor jou kan er volgend jaar wat betere muziek nog komen, ja, op die disco. Ja. Oké, goede tip voor volgend jaar. Het is nu de laatste dag. Ja, u vindt het jammer? Ja, het is zo'n leuke sfeer hier. Heel leuk. Dus ik hoop dat het volgend jaar terugkomt. Bent u er al meerdere keren hier geweest dan? Ja, een paar keer al. Ja, om te kijken naar mijn kleinkinderen. Oh, wat geweldig. Ja, heerlijk. Ja, dus dan is het ook een echt gemis als het er niet meer is. Ja, natuurlijk. En alleen voor het schaatsen? Natuurlijk is het schaatsen het leukste voor de kinderen. Maar voor u zelf, wat gaat u zelf lekker doen? Kijk alleen maar. En even gebakken koffie drinken. Dus dan, ik geniet altijd dan. En heeft u hier ook leuke mensen ontmoet? Nee, eigenlijk niet zo gek veel. Want je bent dan met elkaar bezig, dus daar heb je niet eens zo behoefte aan. Ja, dus je let niet zo erg op de anderen dan natuurlijk. Nee, alleen maar op de kinderen. Ja. En waagt u zelf ook nog om te gaan schaatsen? Nee, jammer genoeg niet meer. Dat is erg jammer, maar dat lukt niet. Oké, ik wens u heel veel plezier. Bedankt. Op deze laatste dag. Marco, je bent de nieuwe directeur sinds 1 januari hier. Ja. Ja, ja, dat is gewoon zo. Ja, ja, ja. Directeur klinkt al zo officieel en zo. Maar ik ben nieuw eigenaar van het bedrijf, ja. Oh, je bent dus, ook eigenaar? Ja, van het bedrijf, ja. Van dus het bedrijf? Directeur-eigenaar. Dat was altijd een familiebedrijf van Nieuwboer. Ja, dat klopt, ja. Ja, en ik heb dat overgenomen. Het blijft wel Werf Nieuwboer heten? Ja, dat blijft zo heten. Dat vind ik ook wel... Dus ook van 1829 heet het al Nieuwboer, hier zo. En ik vind het wel, ik wil die naam wel blijven houden, ja. Vind ik wel, vind ik altijd mooi. Dus, ik zie geen meerwaarde in om het te veranderen eigenlijk. En juist wel meerwaarde om het te behouden eigenlijk. Dus, ja. Maar jij bent geen familie van de Nieuwboers? Nee, helemaal niet. Nee, nee. En de vorige directeur nog wel, geloof ik, Henk van Halteren. Ja, zijn vrouw. Dat was Marie Nieuwboer. Marie Nieuwboer. Ja, ja. Ja, en nu een hele nieuwe wind. Nieuwe wind. Je bent hier al zo lang. Hoe lang werk je hier al? Ja, ik werk hier vanaf 1991. Ja. En altijd hier gebeurt. Ik weet dat je een VWO-diploma hebt. En ben je meteen daarna hier gaan werken? Ik ben nog in dienst geweest. En ik ben nog een jaartje een reis gemaakt met een vriend. Met een rugzakje de wereld rond gegaan. En daarna ben ik hier gekomen. En eigenlijk kwam ik hier omdat ik nog niet wist wat ik wilde. En ik denk, ja, ik ga vragen of ik een tijdje kan werken. Of voor de zomer, een soort zomerbaantje had ik eigenlijk meer in gedachten. Maar dat viel zo goed dat ik daar ben blijven hangen vanaf 91. En je hebt het vak dus echt hier geleerd? Ja, ik heb het helemaal. Want ik heb geen houtbouwopleiding of niets daarvan. Dus ik heb het helemaal hier moeten leren. Ja. De praktijk is de beste leermeester. Ja, en vooral met dit werk wel hoor. Want het is wel heel specifiek werk. Dus het is natuurlijk het is heel, heel mooi als je de achtergrond hebt, hout- en meubeleringscollege.
Maar het is ook weer totaal anders wat wij hier doen. Maar dan heb je natuurlijk wel het gevoel met hout en met machines heb je dan wel. Dus dat is wel een voordeel. Maar het, uiteindelijk is het werk toch wel echt anders wat wij hier doen. Want wat is het, wat houdt het werk in? Jullie restaureren alleen of? Ja, we restaureren en ook nieuwbouw. Maar er moet wel iemand komen die een nieuwe botten bestelt. dan beginnen we er meteen aan natuurlijk. Dat zou heel mooi zijn. Maar het is nu dan voornamelijk restauratie. Ja. En jullie restaureren de botten vooral voor de particulieren of ook nog voor, is er professionele visvangst nog? Nee, de visserij is helemaal over met botten. Al heel lang hoor. Eigenlijk eind jaren 60 is de laatste visserman gestopt. Dus dat was helemaal voorbij. En toen is er ook een hele moeilijke tijd aangebroken voor de botters en voor de helling hier zo. Want pleziervaart met botters was nog niet in swing. En toen is er een jaar of 10, 15 daartussenin, dus zeg maar eind jaren 70, begin 80, kwamen de eerste mensen die een botter voor pleziervaart kochten. Dus dan moest natuurlijk ook gerestaureerd worden, dus dan daar kwam weer werk van. Maar die tijd tussen het stoppen van de visserij en het begin van de pleziervaart, dat is echt een hele armoedige tijd geweest hier zo. En we kunnen nu dus ook met trots zeggen dat we de oudste scheepswerf van Nederland zijn. Hoe oud is de werf? Dat weten ze niet precies, maar het gaat wel richting de 500 jaar. 500? Ja, want op hele oude schilderijtjes staan al, dan zien ze al dat hier schepen op de kant liggen. En verder is er ook nog een in het gemeentearchief. Ik weet niet of het een rekening is of een ordebevestiging of zo, dat weet ik niet precies. Maar van een scheepstimmerman van de scheepswerf hier, die de sluisdeuren voor de gemeente moest komen breuwen. Dus dat was dus al een werf. En er is verder niks over bekend, hoe die heette of hoeveel mensen er werken, wat ze precies deden. Maar er was dus al, in 1583 was er al een werf. En waarschijnlijk daarvoor ook al een tijdje. Dus, Jullie hebben ook wel eens spectaculaire restauraties gedaan. Ik herinner me iets van de grote beer. Hoe is het daarmee afgelopen? Dat is een sensationeel verhaal, geloof ik. Ja, dat is. Hij staat nu weer op de helling. Dus hij staat hier, door het raam kan je hem zien staan. Die is, ik weet niet precies, niet eens precies meer, maar ik denk ongeveer 10, 11 jaar geleden totaal gerestaureerd. En toen is die, dat heeft hij gevaren en dat is allemaal goed, maar toen is die 3 jaar geleden, of nu alweer bijna 4 denk ik, ging die voor onderhoud in Elburg eruit. Want daar kon die in een loods waar die geschilderd moest worden. En dat is ook allemaal gebeurd, onderhoud. En toen is die, toen die weer uitgetakeld werd om weer het water te laten, is er een singel geknapt. En is die 3 meter naar beneden gevallen op een betonnen vloer. Dus toen, de schade is enorm was de schade. Hey, ik heb het gezien in Elburg. Ja. Jongen. Ja. Maar het was natuurlijk ook wel een spectaculair verhaal, want hij was gebouwd in opdracht van wie ook alweer? Ja, dat is inderdaad wel. Hij is in Huizen is die gebouwd. Hij is besteld door een Duitse SS-officier in de oorlog. Misschien. Nee, wordt veel gezegd, maar dit is niet. Dat is Temmler geweest, dat is niet zo'n bekende naam. Maar het was een Duitse SS-officier en die bestelde een grote jachtbotter. En toen heeft Janus Kok, de werf in Huizen, die heeft het gedraineerd en alles langzaam aangedaan. Dus hij is nooit, voor die SS-officier is hij nooit klaargekomen, die heeft er nooit mee gevaren. En toen hebben ze hem na de oorlog is die afgebouwd en verkocht. Ja, het verhaal gaat dat Janus Kok het allemaal extra langzaam gedaan heeft en hout weer afgekeurd en expres omdat hij eigenlijk niet wilde dat hij klaar was voor die SS-officier. En dat is hem dus gelukt, dus hij is in de oorlog nooit klaargekomen. Daarna heeft hij hem afgebouwd. En hij is nog niet eens zo gek lang geleden weer ontdekt, volgens mij. Nou, hij is toen verkocht naar Amerika. En daar heeft de huidige eigenaar, die heeft dat schip weer opgezocht in Amerika. En over laten komen en bij ons laten restaureren. Ja, wat een goed verhaal. Hè? Ja, en wat een ramp als zo'n prachtig gerestaureerd schip uit zo'n singel valt. Ja, dat is heel erg, ja. Ik heb het gezien daar in Elburg. Nou, je wist niet wat je zag. Nee, hè? Een schade aan die. Want wat er gebeurd is, er zat ook een kiel onder van een 30, 40 centimeter. Nou, daar is die op beton terechtgekomen en de kiel is dwars door alle spanten heen naar binnen geslagen. Dus alle spanten gebroken en
Maar ook de apparatuur en alles wat daarop vast zat. De intimmering is allemaal gekraakt en ontzet en gebarsten en verschoven. En, een drama, ja. Hè? Oh. Ja. Maar wat een geluk, jongens, dat jullie weer opnieuw gaan restaureren. We hebben de eerste fase nu gedaan. In de eerste fase is het de buitenkant, dus de nieuwe gangen eromheen. Nieuwe voorsteven en de achtersteven. Nou, die spanten die allemaal gebroken waren, die zijn allemaal nieuwe loze kiel eronder. Schroefvastkoker. En dan gaan we klaarmaken dat hij in ieder geval te water kan, dat hij kan drijven. En dan komt de volgende fase, want wat ik net zei, die intimmering en alles binnen is nog steeds ontzet en gebroken en gebarsten. En... Nou, je hebt natuurlijk de ijzeren schepen, maar daar doen wij niet heel veel mee. Wij zijn echt een houten scheepswerf. Maar wat je wel hebt in Nederland nog is, je hebt een groot aantal houten kotters. Dat zijn geen platbodems, dus die steken dieper. Die hebben zijn meer S-pand en die hebben een kiel. Daar is deze scheepswerf niet voor uitgerust. Maar ik ga één bed klaarmaken, dat we die schepen wel kunnen herlengen. En dan hoop ik daar ook een beetje een nieuwe markt aan te boren. Want de timmerij ligt ons erg goed. Het is dezelfde timmerij als aan Botters. Alleen die schepen kunnen wij niet op de helling krijgen. En dat wil ik aan gaan passen. En eigenlijk is er in heel Nederland niet een kotterwerf voor houten kotters. Dus ik denk dat dat wel een beetje een gat in de markt is. Want wat die eigenaren nu doen, is ze zoeken een werf waar ze eruit kunnen. En dan gaan ze rondkijken naar een timmerman die daar op die werf, die wel alles dan erbij. En die komt dan daar timmeren. En als wij dat hele pakket aan kunnen bieden, dus je kan hier je schip eruit en we kunnen eraan timmeren. Ik hoop dat daar een beetje markt te winnen valt. Ja. En is het zo dat jullie ook nog steeds de botters verhuren voor feestjes? Ja. We onze eigen botters die verhuren we, maar de meeste botters die in de haven liggen, die verhuren zich aan bedrijfsuitjes, aan rondvaarten, aan feestjes, wat je zegt. Dus jullie doen het, maar ook nog anderen? Ja, de particuliere eigenaren doen het zelf ook. En wat ik eigenlijk wel zou willen, maar dat is eigenlijk nooit zo gebeurd, maar om het verhuren een beetje te centraliseren vanuit de helling. Want helling is natuurlijk een unieke plek hier in Scheepswerf om sowieso om mensen te ontvangen. En dat ze ook een rondleiding krijgen over de helling. En van hieruit, en misschien een borrel, of van hieruit gaan varen en ook weer terugkomen hier. En dan, je kan van alles bedenken. Je kan een barbecue, je kan heel feesten maken natuurlijk. En ik denk, dat wil ik gaan proberen, om daar een beetje meer op te focussen ook. Een heel arrangement aan te bieden, zeg maar. Ja, een arrangement. En dan dus ook met bezichtiging van de helling en misschien wat activiteiten ook. En het zit allemaal nog in de pijpleiding, want het moet allemaal nog uitgewerkt worden. Maar ik vind het ook echt, uit de grond van mijn hart kan ik zeggen, dit is een unieke plek in Nederland. En ik denk dat daar veel meer nog mee te doen is dan alleen maar dat timmeren. En dat timmeren, dat blijft core business. Daar zijn we ook ontzettend goed in. Want de jongens die hier lopen, die lopen ook al 15, 20 jaar. Ik doe het ook al 25 jaar bijna. Dus we hebben ontzettend veel ervaring met timmeren. Maar aan de andere kant, iets met toerisme of met verhuren, verhuurvaren erbij, zou denk ik heel welkom zijn. Meegenomen, dus daar gaan we het over hebben nu, hè? Ja. Vertel eens. Ja, ik heb mondharmonica's meegenomen en het leek me leuk om een keer als onderwerp de mondharmonica vereniging Excelsior te nemen. Oh, er zijn heel veel barens op geweest, toch? Ontzettend veel, ja. Ja. Vereniging in 1928 opgericht en heeft tot midden jaren 90 bestaan en heel veel mensen in Baren die kennen de vereniging natuurlijk van hun optredens in bijvoorbeeld Astoria en bij bejaardenhuizen. Ja, ik denk dat het leuk is om mijn vrouw daarvoor te interviewen en haar broer. Dat zijn twee kinderen van Karel Jansen. Die vroeger, iedereen. Ja, die vroeger penningmeester was natuurlijk van de vereniging. Al jarenlang. En die zijn echt opgegroeid met die club natuurlijk. Die hebben dat clubleven
volledig meegemaakt. Ja, ik wil toch wat weten van die dingen die je hebt meegenomen. Ja? Ja, speel je nog steeds? Nee, nee, helaas niet meer. Nee, ik heb er gewoon de tijd niet meer voor. Nee. Nee, ik mis het wel een beetje hoor. Het was natuurlijk hartstikke gezellig op die club. He, leuke muziek. En vooral in de jaren dat Sil van Zeist daar dirigent was. Met zulke instrumenten speelden we dat dan, hè? Ja, heel even in het kort wat er ligt, want ik ben wel nieuwsgierig. Dit is een basmondharmonica. Ja. Die brengt de zware tonen voort, hè? Die voor de begeleiding. Nou, deze kent iedereen wel. Dit is een mondharmonica. Die de melodie speelt, hè? De fineta. Een hele grote. Een hele lange. Die zorgen voor de koortjes achter de muziek. En hebben we hier nog een harmonetta. Dat vind ik heel leuk, hè? Dat is een heel bijzonder ding. Dat is eigenlijk hetzelfde als een fineta. Die maken ook de akkoorden. Dus die, door middel van knoppen kun je heel makkelijk akkoorden bij elkaar grijpen en begeleiding verzorgen. Is dat een heel bijzonder... Dat is een heel bijzonder instrument. Ja, die werd in de jaren 50 door Honig gemaakt. Die is ook niet zo heel lang gemaakt. Er zijn er ook niet zo heel veel van verkocht. Maar onder andere Sil van Zeist, die dirigent waar ik het net over had, die kon dat ding als geen ander bespelen. Dat was een wonder op dat instrument. We gaan even verder praten over vereniging met Anja net. Karel. Met Karel. Karel junior. Ja, gaan we heen. Oké. Je bent even meegekomen hier naartoe. Wat was het met de mondharmonica vereniging? Wanneer werd die opgericht eigenlijk? Het was niet de eerste vereniging in Baren. Dat was de Eendracht. Die werd op 22 augustus 1928 opgericht. En Excelsior die werd 6 dagen later opgericht. En in 1930 kwam er nog een vereniging en dat was Ons Genoegen. En dat was onder andere van de dirigent Chris Mooy. En die vereniging die ontstond eigenlijk omdat er een club uit Amersfoort, Bravo, regelmatig door Baarn marsen liepen en mondharmonica speelde. En er waren de heren Van Zeist, Greven, Overeem en Verwoerd. Die vier mannen die staken de koppen bij elkaar. Die vonden het leuk om ook zo'n vereniging op te richten. Ja, ontzettend populair ook door de muziek die gespeeld werd, denk ik, of niet? Ja, er werd... De muziek van iedereen werd er gespeeld. Hè? Gewoon de volksmuziek, de liedjes die iedereen kende. En natuurlijk de liedjes waarop gelopen kon worden. Hè? De mensen, de jongens die liepen door de straten heen om met hun mondharmonica door die straten heen muziek te maken. En zo die wandeltochten en optochten door de stad te maken. Hoe lang heb jij erbij gezeten? Ik ben net met mijn 6e jaar begonnen. En toen ik zwanger was van de eerste, toen was het eindigd. En dat was ongeveer toen ik 27 was. Ja. Dus toch wel heel wat jaren. En Karel, hoe lang heb jij erbij gezeten? Ik vanaf mijn 9e jaar tot, ik denk zo'n beetje tussen de 35 en 40e jaar. En ben je ook begonnen op de mondharmonica? Ja, daar ben ik op begonnen. Ja, dat is ook een soort verplichting om dan te beginnen. Ja, maar daarna heb ik ook een aantal jaren gedaan, maar daarna ben ik overgegaan naar gitaar. Hoe ging het eigenlijk met de vereniging? Er werd geoefend, er waren uitvoeringen. En deden de twee orkesten alle twee mee? Dat was een jeugdorkest en een orkest voor volwassenen, heb ik begrepen. Ja, wat ik me kan herinneren was dat ik begon eerst bij mijn vader thuis dan oefenen. En als je dan goed genoeg was, ging je door naar de jeugdorkest. En dat was dan op maandagavond in Oude Oostkwartier, zaaltje, in de Daliastraat. En dan ging je dan een uur studeren met liedjes. En daarna weet ik nog te herinneren dat je een kwartiertje, 20 minuten pauze... en dan zag je de grote binnenkomen, de volwassenen. En ik meen dat dat van 8:30 tot 10:30 was. En daar hebben we heel lang gerepeteerd op maandagavond. Het was vaste prik. Ja. En nou ja, één keer per jaar had je een uitvoering. Ja.
zeker. Nou, ik denk dat veel mensen het nog wel herinneren. Hè? Dat is hartstikke leuk, toch? Ja, ja, ik ben begonnen in het zaaltje van Crescendo op de Lindelaan. Daar waren de repetities altijd. En vandaar ben ik toen ook zijn we ook overgegaan naar de Oosterkwartier. Ja. Wat voor muziek speelden jullie? In het begin waren dat wel een beetje speciaal, voor omdat we ook concoursen deden, werden dat voorgeschreven nummers en dat was wel een beetje zware kost eigenlijk. En daarna zijn we eigenlijk overgegaan met een bepaald dirigent die dat wel leuk vond om wat meer vlottere dingen te doen, zijn we eigenlijk meer naar gewoon evergreens gegaan en Nederlandse medleys van oude Nederlandse nummers. Van Zeist hoorde ik ook noemen. Ja, dat was de dirigent. En die had de capaciteiten ook gewoon om op zijn zolderkamer nummers die wij zelf mochten voordragen. En waar hij dan ook wel heil in zag. Want hij moest het natuurlijk wel allemaal uitschrijven op papier. Ja, dat kon hij vreselijk goed. En waardoor het ook wel enorm populair werd. Ja, want die muziek die was er natuurlijk niet voor jullie instrumenten, hè? Nee, dat is allemaal geschreven. Dat werd allemaal uitgeschreven in partituren. In eerste stem, tweede stem, derde stem, vierde stem. En ja, zo gingen we ermee verder. En toen werden we op een gegeven moment veel gevraagd voor bejaardenhuizen, verzorgingshuizen in de regio. En daar had je ook wel populaire medleys die de oudere mensen weer herkenden. Waardoor er weer werd meegezongen. En ja, dat... Toen gingen we eigenlijk niet meer naar concoursen toe. Dat was toen op een gegeven moment helemaal over eigenlijk. Dat was meestal ook één keer in het jaar. En dan zijn we al mee naar Duitsland geweest. Veel prijzen gewoon? Ja, best wel. Een kast vol, ja. Prijzenkast vol, dus... Ja. Ja. Dat ging wel goed. Wat voor kleding hadden jullie aan? Wat ik me kan herinneren is dat we vroeger begonnen we met witte badstof shirts hadden we. Met een broek, maar dat kan ik me niet meer herinneren. Daarna hadden we ook wel echt, toen werd de club wel groot. Toen hadden we ook wel 60 leden. En dan hadden we kledingcommissie en we hadden evenementencommissie. En dan besloten we gezamenlijk dat de dames en de meisjes een zwarte lange rok droegen. De heer een zwarte pantalon met een crèmekleurige blouse en een kobaltblauw vestje. En daar stond het embleem op van BMW Excelsior. Ja. Nu was er, als er een avond werd georganiseerd, nooit alleen maar muziek, hè? Er werd van alles bijgedaan, toch? Ja, bij onze jaarlijkse uitvoeringen was het altijd in baren. En de laatste jaren alleen maar in de speeldoos. Dat deden we altijd de orkesten voor de pauze, zeg maar. En daarna de pauze deden we een hele lange periode samenwerken met karakter. En die deed dan wat sketches. Wat ziet u aan de zuster? Kom, 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 nee, toch. Je ziet toch wel iets in de zuster? Niet dat. Ja, ik zie zeker. Op welke hoogte? Op welke hoogte? Ja. Hoe bedoel je? Nou, ze is wel ter been, maar een stukje hoger mag ze er ook wel zijn, hoor. Ja, laat maar zitten, alsjeblieft, zeg. Je bent met een bepaalde mondharmonica begonnen. Ben je toen later ook op andere mondharmonica's gaan spelen, of niet? Nee, ik heb altijd wel op deze gespeeld. Een sopraan en een alt. En de een was iets langer dan de andere. En ik ben wel van eerste stem of eerste stempartij naar de vierde partij gegaan. Zo kon je nog wel eens wisselen. En daar bleef je dan ook wel. Ja. Maar ik heb niet anders dan op deze gespeeld. Ik heb niet op een knop. Ik heb het geprobeerd, maar een knop spelen, dat is deze. Dat is toch wel weer een andere beheersing. En als ze dan vals waren, want dat hoorde je natuurlijk als geen ander... Dan gingen die dingen mee naar weer de Baliestraat, naar ons ouderlijk huis. En dan zat mijn vader op zijn vrije weekenden die dingen uit elkaar te schroeven. En dat werd dan met een blaasbalk zo weer gestemd. Met een vuiltje. Die tongetjes moest hij dan veilen tot ze... Totdat weer een goed gehoor had. Ben je heerlijk met muziek bezig geweest? Doe je er nog wat mee?
Nee, ja, graag luisteren en naar bezoeken van concerten. Maar ik speel niet meer. Nee. Kan je het dan wel? Nou, dan moet ik heel erg mijn best gaan doen. Nee, er ligt er een heel mooi in de vensterbank als herinnering. Ook meer als gedachte van, nou ja, daar heeft mijn vader toch zijn hele leven heel druk mee geweest. En we hebben een hele mooie herinnering aan overgehouden. Maar ik speel het niet meer, nee. Het is voorbij.